stop! Now! Een achtervolging met Nederlandse politieauto's en Nederlandse agenten. Niet in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag, maar in Philipsburg. We hebben hier nu op dit moment 49 collega's werkzaam vanuit Nederland die het korps hier ondersteunen. Dus het is een capaciteitsverhaal. En hoe meer collega's je op straat natuurlijk kunt inzetten. Het is niet alleen een objectieve veiligheid, maar het geeft natuurlijk ook subjectief een veiligheidsgevoel aan de burgers van Sint Maarten. Bijstand uit Nederland gaat verder dan alleen politie. Ook de enige gevangenis op het eiland, Point Blanche, kreeg de orkaan vol over zich heen. Nederlandse adviseurs denken dat die helemaal moet worden herbouwd. De rechtbank in Philipsburg was ook beschadigd, maar is intussen gerepareerd en onlangs weer heropend. Er zijn speciaal rechters ingevlogen om de grote achterstand in het werk in te halen. We hebben nou 3 zittingen gehad waar per zitting ongeveer een stuk of 8 mensen, zeg maar 25 zaken, nu berecht zijn. Er komen er nog wel veel meer. En daarnaast heeft het Openbaar Ministerie een groot aantal mensen taakstraffen gegeven, omdat het Openbaar Ministerie voor kleinere gevallen ook een zogeheten transactiebevoegdheid heeft en zaken kan afdoen met boetes of taakstraffen tot bepaalde hoogte. Nederland geeft 550 miljoen euro voor de wederopbouw van Sint Maarten. Maar het herstel van de economie op korte termijn laat voorlopig nog wel even op zich wachten. De bijstand van politie en justitie is gepland tot januari. Maar iedereen hier denkt dat de Nederlanders ook daarna nog nodig zijn. Dit beeld in de straten van Philipsburg zal voorlopig nog wel even blijven. Wat is dat dan?